Ik ben Melroy. In het verleden was ik KNAF Talent First en sinds enkele jaren presenteer ik het KNAF Fast News Report. In dit jaaroverzicht neem ik u mee in het oudsportjaar 2016, langs alle activiteiten die de KNAF heeft gedaan. Natuurlijk was 2016 zonder meer het jaar van Max Verstappen, maar er gebeurde meer in de Nederlandse oudsport. Er waren maar liefst 178 wedstrijden, 3342 rijders en 63 kampioenen. Gefeliciteerd! 2016 is het eerste jaar van het KNAF meerjarig beleidsplan 2016 tot 2020. Een belangrijke pijler binnen de KNAF is natuurlijk veiligheid. Nieuw dit jaar was de intensieve controle van clubevenementen in de autocross, een uitgebreide voorkeuring in de terreinsport en werd de KNAF door veiligheidsregio Zuidoost-Brabant uitgenodigd om haar veiligheidsbeleid te presenteren. André Slotboom licht het werk van de veiligheidsfunctionaris op permanente en niet-permanente circuits toe. Ja, we zijn dit jaar begonnen met een totaalconcept eigenlijk qua veiligheid. Waarbij een organisator eerst zijn bijzonder reglement bij ons moet aanleveren. En als dat is goedgekeurd, dan komt daarna een veiligheidsplan wat hij bij ons aanlevert. Daar leveren we eventueel ons commentaar op. En dan uiteindelijk is het dan zo dat bij het evenement zelf, wij steekproefgewijs het circuit gaan controleren. Een dag van tevoren of heel vroeg in de ochtend als ze die dag gaan rijden. Goed bezig André. Het NK Autocross investeerde de afgelopen jaren fors in nieuwe veiligheidsmiddelen. Hierbij een overzicht. Overduidelijk was de man die voor het beste promotie zorgde voor kart en oudsport, Max Verstappen. Maar ook binnen de KNAF veel ontwikkelingen op gebied van promotie. De KNAF was in 2016 met haar promotieteam zichtbaar aanwezig tijdens diverse evenementen. Doel was om in contact te komen met oudsportfans en duidelijk te maken dat oudsport niet duur hoeft te zijn. De slogan was niet voor niets, iedereen kan racen. Ook op social media was de KNAF zeer actief met vaste items, met een aantal zeer goed bekeken filmpjes. Laten we eens even kijken naar de top 5. Voor KNAF Fast News TV bezocht de KNAF verschillende evenementen. Kijk maar! Maar staat hier de RST, wat staat voor Rally Sport Trainer. Ik ben er zeker van dat dit de ideale instapklas is als het gaat om rally sport. Nieuwe klassen in de oudsport waren onder andere TCR, Citybug en het NEZ Formule 4. Formule 4 is een wereldwijd in opkomst. Maar wat is het eigenlijk? Ik denk dat het natuurlijk heel positief is voor jonge rijders dus uit de kartsport. Om dan door te stromen naar Formule 4, zeker ook dit kampioenschap in de SMP, Formule 4. Ja, ik denk dat het gewoon heel goed is. Gelijke auto's, rustig opbouwen. Veel races, wat heel belangrijk is, denk ik. En dan natuurlijk dat de Nederlanders goed ondersteund worden door de KNAF. Ja, dat is ook heel mooi om te zien. En ook de prijzengeld wat er aan vast zit, kan je natuurlijk ook goed doorstromen naar Formule 3 bijvoorbeeld. Nou,
Ja, gewoon rustig blijven en focussen op wat je moet doen. Dus gas geven op het circuit en hard werken naast het circuit om alles goed voor elkaar te krijgen. Tenslotte stelde Sexy Rally recent een rallysportpromotor aan. Hij stelt zich even aan jullie voor. Ja, ik ben Dick Leermakers. Ik ben 34 jaar oud. Ik kom uit Oosterwijk, provincie Noord-Brabant. Ik ben sinds 1999 professioneel actief in de rallysport. Daarin verschillende functies vervuld. Als stand teammanager, verschillende talenten begeleid. Afgelopen jaar actief geweest als bestuurslid binnen een rijdersvereniging. En nu dan sinds korte tijd als KNAF rallysportpromotor. Ook in 2016 werden weer veel opleidingen georganiseerd. Dit keer niet alleen voor de KTF en officials, maar ook voor talentvolle sporters in de KNAF Academy. En de opleiding voor instructeurs van racescholen. Met steun van de FIA werden er diverse masterclasses georganiseerd op didactische vaardigheden. Ik volgde dezelfde opleiding en voor mij was het ook erg leerzaam. Top geregeld dus. Het is een raceauto! Ja, vol gas. Gas los. Remmen. Je remt niet. Ik ga doen. Ja, ik zit hier niet voor je lul. Nou, zo moet het dus niet. Hobart, stop maar. 2016 was niet alleen het jaar van Max Verstappen, maar stiekem toch ook wel van Richard Verschoor. Richard werd officieel Red Bull talent, won het NEZ en Spaanse Formule 4 en behaalde daarin 28 overwinningen in totaal. Een revolutionaire stap die hij maakte in zijn topsportontwikkeling was door ervoor te kiezen om te gaan wonen, trainen en studeren op het Centrum van Topsport en Onderwijs in Eindhoven. We gingen bij hem langs. Hoi, welkom. Leuk dat jullie zijn. Ik ben Richard Verschoor. Ik zit bij KNAF Talent First. En dit is mijn kamer op het CTO Eindhoven. Nou, dit is dus mijn kamer. Dit is eigenlijk nu gewoon mijn woonplaats. Ik ben hier ook in mijn vrije tijd. Nou, natuurlijk is er ook nog meer op het CTO Eindhoven. Dat zal ik nu even laten zien. En we gaan ook nog even langs bij de andere KNAF Academy van Martijn van Leeuwen, onverwachts. Dus kom maar mee. Yo. Hier zit dus Martijn. Ook een mooie kamer. Ik zie je zo nog wel, ja? Ja. Nou, hier zijn alle verschillende kamers. Benedenverdieping heb je alle grote kamers en bovenverdieping heb je de wat kleinere kamers. Hier zitten eigenlijk alle topsporters, zoals judo, wielrennen, mountainbike, voetbal, eigenlijk van alles. Die leven hier ook gewoon net als ik. Het is natuurlijk super gezellig, we hebben altijd wat over, om over te praten, dus super gezellig. Nou, dit is de algemene ruimte. Hier kunnen we ontbijten, lunchen en avondeten. Ook kunnen we hier gewoon een beetje chillen en tv kijken. En gezellig hebben met z'n allen. Hartstikke leuk dat jullie even een kijkje genomen hebben hier. En wellicht tot de volgende keer. Doeg! Lekker plekje heb je daar, Richard, tussen al die andere topsporters. De KNAF investeerde ondertussen ook in e-learning modules voor de officials en zetten de instructeurs van de Extrication Team Assen en Zandvoort in als instructeurs op de veiligheidstrainingen. Kijk maar even mee. Samen met de officials op jouw post spreek je van tevoren af wie welke taak heeft bij een ongeval. Let altijd eerst op je eigen veiligheid. Schakel de hulpdiensten in. Post 15 voor start over. Code 1000 Bravo voor startnummer 23. Meer info volgt over. Bij de rally doe je dat via de proevenchef die meestal bij de start aanwezig is. Dus als eerste de brand. Controleer of deelnemers aanspreekbaar zijn door de auto vanaf de voorkant te benaderen en op het raam te slaan. Stel de deelnemers gerust. Alleen in geval van nood haal je de deelnemer uit de auto met behulp van de Rautec-V. Zag je die toeschouwer net?
Je kan in de situatie terechtkomen waar je collega officieel wel wat hulp kan gebruiken. Instrueer dan deze persoon waar hij moet staan en wat hij moet doen. Informeer de gearriveerde hulpverlening en houd het publiek vervolgens op afstand. Neem contact op met de organisator om als official erachter te komen hoe het met het equipe gaat. Dit is leerzaam, maar dat moet ook wel. Kijk maar hoeveel officials we hebben. Gaaf toch? Ten slotte was in 2016 het KNAF Academy-programma voor jonge sporters uit alle secties nieuw. Twee jongens uit de oudsport namen deel, één jongen uit de rijsport en maar liefst vier autocrossers. Maar wie is eigenlijk de beste? Het was zeer close en om de beste autocrosser te bepalen hebben we een wielwisselchallenge de doorslag laten geven. Ik hou je niet langer in spanning. 3, 2, 1, go! De winnaar is Richard Huisman. De KNAF nam in een meerjaren beleidsplan op dat zij graag kennis- en expertisecentrum van de Nederlandse kart- en autosport willen zijn. Maar hoe zien de insiders het eigenlijk? De KNAF zocht het dit jaar uit door middel van een groot klantentevredenheidsonderzoek. Mooie resultaten, echter ook nog een aantal aandachtspunten. Mooie taak om in 2017 weer aan te werken. Want log en bureaucratisch, dat kan echt niet meer. Overigens las ik in de nieuwsbrief dat ik mijn licentie voor 2017 ook online kan verlengen. Mooie ontwikkeling, ik ga er alvast voor klaarzitten.